Hi. We staan hier vandaag bij de Varsity, het roeievenement van het jaar, wat vandaag alweer voor de 131ste keer gehouden wordt. Nou, er komen studenten uit het hele land hier, van verschillende verenigingen, uit onder andere Delft, Leiden, Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht natuurlijk, om eeuwenoude veters uit te vechten. Wij gaan even uitzoeken wat er hier allemaal te beleven valt en wat zo leuk is aan kijken naar roeiende ballen. Wat vinden jullie van deze traditie van shit gooien naar elkaar? Ja, ik vind het wel leuk. Maar het is eigenlijk ook de eerste keer dat ik het zo meemaak. Normaal roei ik hier over de kanaal, maar dat is de eerste keer, ja. Okay. En hoe komt het dat eigenlijk alleen zij aan het gooien zijn en er niet teruggegooid wordt? Zullen jullie zijn er boven? Nee, nou, weet ik niet. Ja, het is volgens mij van Argo. Agricultuur Universiteit. Dus die houden wel van ploegen en plaggen gooien inderdaad. Ja. Jij bent wedstrijdroeier. Heb je al geroeid vandaag? Ja, ik heb vanochtend geroeid. Hoe is het gegaan? Ja, ging best wel goed in het begin, maar uiteindelijk hebben we op de eindsprint iets tekort gekomen. Dus we zijn 50 geworden in de voorwedstrijden. Dus je bent niet door? Nee, helaas niet. Hoe zit het met het bier hier? Het bier, ja, Jupiler is echt premium pils natuurlijk. Even proeven, ruiken. Heerlijk. Echt fantastisch. Goed jaar dit. Ja. Vind je het vervelend om het hele jaar niet te mogen zuipen? Of valt het al mee? Ja, op zo'n moment denk je van, nou, ik zou wel een biertje willen, maar ja, je moet sommige dingen gewoon opgeven om heel hard te kunnen gaan roeien. En dat hoort er gewoon bij. Het is de knorren over naar de twee, dus alle knorverenigingen, ja, dat zijn dan overnaars, dus niet wedstrijdroeiers die voor de grap meedoen. Voelen jullie wel een beetje thuis tussen al dit mannelijk geweld hier? Of, Ja, zijn we wel gewend. Gaat er wel hard op toe. Doen jullie ook wel eens mee? Of, Nee. Met wel goede jasjes? Ja, dat zeker. Maar we zijn wel meer van het kijken. Daar hebben al die mannen voor. Naar het brassen of naar het roeien? Of allebei? Ja, voor nu een keertje naar het brassen. Jongens, komen jullie überhaupt wel voor het roeien? Of zijn jullie alleen maar aan het zuipen? Nee, wij komen voor het roeien. Wij komen zeker voor het roeien. Ja, natuurlijk. Wij zijn, vandaag zijn we toeschouwers. Vandaag zijn we toeschouwers. Jullie mogen wel lekker zuipen. Wij mogen wel, kijk. Okay, dat zien jullie. En sorry voor de nederlaag. Ik hoorde dat jullie een beetje uitgeschakeld zijn. Is dat zo? Ja, Oude Vieren ging niet helemaal lekker. Maar we hebben natuurlijk één blessure. Bedroefd. Kai Hendricks. En er is een zieke. Nou, de Oude Vier zijn nu begonnen. En zoals je misschien al door had, hebben wij bij Dub echt geen klap verstand van roeien. Dus hebben wij hier een volledig objectieve professional van Triton erbij gepakt. Marcel, wat zien we hier allemaal? Wat is er allemaal aan de hand? Ja, de Oude Vier zijn bezig. Dat is het hoofdnummer van de Varsity. Hier komt eigenlijk iedereen voor naar Houten. En volgens mij zijn de Amsterdammers weer aan het winnen. Zoals eigenlijk ieder jaar. We zien dat het letterlijk anderhalve seconde scheelt. Het wordt nog spannend nu dus. Het wordt wel spannend, ja. Het is zonde dat Triton dit jaar niet in de finale roeit. Dat heeft wel wat redenen, maar vorig jaar zaten zij ongeveer op deze hoogte. En toen verloren ze toch nog in die laatste paar honderd meter. En eigenlijk is het wel de verwachting dat Neerhuis nu gewoon gaat winnen hoor. Want ze liggen echt wel flink voor. Een eindsprint nu. Als je nu een eindsprint... Nou ja, de Neerieten die gaan gewoon eroverheen. Dat is ook wel te verwachten. Zij hebben Olympiërs in de boot. Gias is misschien wel de toekomst, maar nu nog niet goed genoeg. Ah, het is wel opvallend, die hele afstand, lengte tussen de rest van de boten. Nee, Neerhuis wordt gewoon ver uit de beste. Alles is voorbij. Alles is voorbij, de kanonnen gaan af, de mensen gaan juichen. En als het goed is springen er nu allerlei Amsterdammers het water in naakt. Ja, die komen snel feliciteren, dat is traditie, hè? Ja. En de laatste boten zijn er niet eens binnen. Dat is dan wel weer beschamend. Lekker, jongen. Zou je familie ongelooflijk trots op zijn, hè? Ja, tuurlijk. Hey, gefeliciteerd, man. Hoeveel keer op rij is dit voor jullie ook alweer? Ik ben een teller kwijt. Ja, voor Neerhuis is dit de vierde keer op rij. Is het nog wel spannend dan zo? Of, Ja, tuurlijk. Jullie zagen het zelf, het was nu ook weer spannend. Dus, yeah. De zenuwen komen er altijd wel bij kijken. Maar mooi om te zien. Gegaan, dus ik denk dat het gewoon sowieso mooi is. Yes, de 131ste Varsity bleek helaas geen Utrechts feestje. Dus dat werd natuurlijk voor het Amsterdamse Neerhuis ook wel erg makkelijk om te winnen. Maar goed, de sfeer zat er goed in. Gezellig feestje, veel bier door de lucht zien gaan. Ook veel vieze plaggen. Mooi om te zien. En toch bleef iedereen lekker plakken voor de Oude Vier. En dat was spannend hoor. De sfeer zat er goed in. Veel topsporters die toch lekker stiekem aan het zuipen zijn onderhand. Maar goed, wie weet volgend jaar Triton wel, niet. We gaan het meemaken. Tot volgend jaar. Dub is erbij.